Dit is het Nederlands kampioenschap afstanden, waar dus de Nederlandse titels over afstanden worden verdeeld. Dit is ieder jaar een gek toernooi, er gebeuren altijd rare dingen. En Jorien ten Mors was gewoon deze wedstrijd kwam te vroeg. Niet fitter dan Stana. We hoopten dat ze door het toernooi beter zou worden. Twee keer vals is gewoon heel zuur. Femke Beuling doet het fantastisch op de 500 meter. We zien eigenlijk in trainingen de hele tijd al dat ze het hartstikke goed aan het doen is. En ja, dit soort wedstrijden zijn heel belangrijk. Dit maakt het breekje seizoen. Zij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Nou ja, wie het ook fantastisch heeft gedaan is Letitia de Jong. Was favoriet op de 500 meter. Rijdt ze snoeihard, pakt ze tickets, wordt twee keer tweede. Hartstikke goed. Lennart Velema, ja, die heeft natuurlijk alle worldcups gereden. We hebben van tevoren gezegd, je moet alle worldcups rijden. Lijkt hij even onder voorbehoud zich te plaatsen op 1000 meter in Calgary. Dus mag hij door het worldcupcircuit in. Ja, dat is fantastisch. Jan Blokhuizen is natuurlijk op de weg terug. Maar rijdt een hele goede 1500 meter. Wordt helaas gedisqualificeerd. En rijdt een fantastische team. Daar zijn we eigenlijk heel blij om.